Zoals je ziet, heb ik nu de muis voor een gedeelte af. Maar dan moeten nog armpjes en beentjes gemaakt worden. Van een klein stukje vierkant stof, die ik weer dubbel vouw, maak ik de armpjes. Ik heb hier alvast eentje genaaid. Ziet er zo uit als ik hem tegen elkaar aannaai. Als ik hem omdraai, ziet hij er zo uit. Dus de andere kant van de stof. En die plaats ik over het elektradraadje. En hier zie je al wat er gaat gebeuren. Als je hier goed kijkt, zie je dat is zo'n mouwtje. En dan moet er natuurlijk nog van t-shirtstof een handje aankomen. Nou, dat ga ik je laten zien hoe dat gaat. Nu het mouwtje erom zit, op zijn armpje eigenlijk, kan ik het vast gaan naaien. Zo zit het mouwtje vast. Nou, zoals ik al eerder zei, ik gebruik wat lang. Het is gewoon handig met vastpakken. Maar nu moet het korter, want het handje moet erop. Dit is heel klein en heel lastig om te draaien. Als hulpmiddeltje gebruik ik daarom vaak een tang. Want dan kan ik het net zo een beetje aanduwen. Dan trek ik alles een beetje aan dat het dunner wordt. Dan doe ik het op het ijzerdraadje. En dan trek ik die grijze stof er een beetje overheen. En die naai ik dan weer vast. Nu knip ik de andere kant ongeveer even lang als deze kant. Dat schat ik altijd een beetje in. Ik meet nooit met een centimeter. Ik schat ongeveer zo. En dan gaat weer een armpje omgedraaid worden. Die kan er omheen. En dan groeit langzaam je muis. Kijk, nu heb ik de benen korter geknipt. Moet ik altijd even kijken of de pootjes gelijk zijn. En je ziet nu al, als je hier nog een handje krijgt en ditzelfde naai je hier aan, dat het dan al eigenlijk, behalve de oortjes, al een heel muisje wordt. Maar er moet natuurlijk ook nog een staartje aan. Er moeten nog oogjes op komen en snorharen. Dus het duurt nog wel even voordat deze muis echt helemaal af is. Ik ga dat nu dus nog even afmaken. Dus straks gaan we weer verder. Zoals je ziet is nu de muis voor een groot deel al klaar. Alleen nu kan hij nog niet staan. Hè? En daar heb ik een oplossing voor, namelijk een staart. En dat staartje zorgt ervoor dat hij kan staan. Dan wordt het een soort driepootje. En dat is wel heel handig. Maar zo'n staart moet wel in het lijfje. Dus wat ik doe, ik zoek ongeveer de plek op waar het staartje mooi is, waar die eruit komt. Dan heb ik een stukje van die elektradraad, heb ik het rubber eraf gehaald. Dan heeft hij ook een wat scherper kantje en dan steek ik hem op de naad. En dat kost best wel een beetje moeite zoals je ziet. Steek ik hem totdat hij helemaal in zijn lichaam kan. Dat is een beetje een moeilijk werkje. Maar kijk, op een gegeven moment zit hij er helemaal in. En dan heb je een staart. Dan moet ik alleen nog stof om de staart heen naaien. En vastmaken aan het lijfje. En dan komen er nog oortjes op. En dan moet ik nog het neusje borduren. Mondje. En twee kraaltjes voor de ogen. Dus ik ga nu het staartje naaien. Een stukje stof vouw ik om het elektradraad heen. Dan doe ik aan het puntje doe ik een driehoekje knip. Ja, een stukje stof over. Je houdt ook een stukje, want dit gaat in het lijfje. Doe je hem erin. Je moet lang genoeg zijn. En dan naai je het staartje aan het lijfje vast. En nu kan je muisje staan. Even een beetje in model, want hij zo hard aangedrukt zodat zijn staartje een beetje krom zit.
Maar nu heb je een muisje met een staart, wat kan staan. De oortjes, die knip ik altijd van t-shirtstof eerst. En dat leg ik dan op de grijze stof. Het is weer een soort klein half rondje. En dat leg ik op grijze stof. Dan heb ik namelijk een gelijk oortje. En dan knip ik het zo. Als een soort patroontje. Een binnenkant en een buitenkant. En dit naai ik vast. En dat ga ik vastnaaien op het hoofdje. Kijk. Zo wordt het toch wel echt een muis. En als dan het hoofdje klaar is, of als de oortjes klaar zijn, dan moet je nog kraaltjes erop naaien, snorharen en een neusje borduren. En het heeft ook nog een mondje en een bekje. En dan kan je muizen aan gaan kleden. In dit geval is het de koningin geworden. Maar zo zijn er dus heel veel verschillende muizen. En je ziet aan het model van het hoofdje dat het heel erg kan verschillen. Als je de zijkant ziet, zie je dat? Dit is echt een andere muis dan deze muis. Dus zo kan je elke keer je eigen soort muis maken. Misschien is het wel makkelijker om zo'n muis te maken zoals ik vroeger maakte, namelijk deze. Dan hoef je niet die beentjes te doen. Hij kan toch staan. Je kan er toch mee spelen. Dan hoef je eigenlijk alleen het hoofdje mooi te maken. En dat gaat een stuk sneller. Het is niet zo moeilijk. In dit lijfje zit onderin een beetje rijst, want daardoor is het zwaar en blijft het staan. Ik heb het wel gevuld met wol. Hierin zit wol, zoals ik eerder heb uitgelegd. En dit is misschien iets makkelijker.